Vaste ligplaatsen lopen terug, de verkoop van boten krimpt en vooral jongeren kopen geen boot meer. Een scenario dat al jaren speelt. Watersport voorheen was van oudsher vrijdagavond naar de boot, losgooien de lijnen, varen en zondagavond weer terug, afmeren, boot leegruimen en naar huis om te werken. Nu merk je gewoon dat de markt veranderd is. Mensen gaan vaak over 's middags, een weekend of gelijk 3 maanden. Vrije tijdsgedrag is veranderd en dat zie je ook in jachthavens terugkomen. Ja, je ziet wel een soort van terugloop natuurlijk de laatste jaren. Vroeger lagen alle havens bijna vol. Dus we moeten op allerlei manieren kijken hoe we toch de mensen hier nog heen kunnen trekken. Dus het aantrekkelijk zien te maken voor de mensen. Ja. Jachthavens zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Vooral voorzieningen en de omgeving zijn belangrijk. Je merkt gewoon dat mensen bijvoorbeeld ook weken aan boord zijn. Gewoon genieten van hun boot, maar dan in de haven misschien eens een keer een middagje varen. Maar ze pakken ook de auto om het gebied in te gaan. Ze gaan even naar Den Oever om een visje te halen. Ze rijden even naar de kust. Je verwacht steeds meer luxe en comfort. En wij zijn langere tijd weg. Wat wij zeer op prijs stellen altijd als we in een jachthaven onze was kunnen draaien. Ja, wat je wil is een mooie rustige plek. Je wil een restaurant waar je wat kan drinken en wat kan eten. Watersportwinkel. En een aantal vakmensen die je kunnen helpen als er problemen zijn. We doen ook vaak een dagje blijven liggen en dan de omgeving verkennen. De fiets, ja. Fietsjes. Dus ja, dat maakt het gewoon leuk. Zowel met boot als zonder boot kun je in de jachthaven terecht. In de van oorsprong 17e eeuwse vissershaven kun je nu slapen in een tiny house, overnachten met je camper of je boot een complete makeover geven. Ook de verhuur van boten neemt flink toe. We krijgen meer internationale mensen, dus we krijgen meer buitenlanders vanuit Rusland, vanuit Zwitserland en Frankrijk. Dus je ziet inderdaad op tiny house komen, je ziet andere dingetjes gebeuren. Dat gaat ook wel langzaam, dus er moet nog wel heel veel veranderen. Alles moet gewoon goed voor elkaar zijn en dat zie je hier zeker terug.